Wij zijn naar Ronsen geweest in België, vlakbij Gent. Ja, we hebben heel veel gedaan. Ik moet ook wel zeggen dat ik er 3 dagen van bij ben gekomen. Maar het was een hele goede combinatie van echt met het team wat gaan doen, gezellig. Ik ben net zelf nieuw in het team, dus het is echt superleuk voor mij om zo iedereen net wat beter te leren kennen. De eerste avond gingen we uit in Gent. Het was erg leuk, een lange rit met de taxi. Prachtige stad, mooie kerken. Gelijk de bar ingedoken, cocktails gedronken. Ja, het gekste wat er is gebeurd is misschien wel dat die boek van de taxichauffeur bijna uitging. We zijn nog best wel op tijd naar huis gegaan, 1 of 3. Maar we hebben nog wel tot 1 of 5 in de jacuzzi gezeten. En de volgende ochtend moesten we weer om 8:30 opstaan, dus dat was een kort nachtje. Maar iedereen stond ook echt de volgende ochtend om 8:00 weer in de tuin om een ademsessie te doen. Die heb ik mooi niet gedaan. Ik was er veel te brak voor. Ik vond het zwaar omdat ik 2 uur had geslapen. Maar je was wel gelijk weer een beetje actief. Ja, persoonlijk keek ik wel uit naar de boksen en ik. Verder vond ik het wel echt leuk om te doen, omdat het heel erg ging over de basics van boksen. Ja, het boksen was een integratie met het DISC-systeem. Dus gewoon vooral kijken naar hoe is jouw tegenstander, hoe anticipeert de tegenstander. Ja, als hij rood is, dan wil je wat meer voor de winst gaan. Dus dat waren wel leuke inzichten. Naast dat je dus bijvoorbeeld de DISC-training alleen in theorie hoort, werd het nu ook in de praktijk toegepast. Ik had Ember voor me, dus die kon je ook goed mee rammen. Wel veel spierpijn, daarover gedaan we. In eerste instantie moest ik tegen Mathilde. Nou, gelukkig heb ik haar niet knock-out geslagen. En zij mij ook niet. Ja, de e-chopper tour was gaaf. Dus dan konden we allemaal heel even rust, maar dat je toch nog wel gewoon iets actiefs doet. E-choppers, die waren doodeng. Die konden heel slecht sturen, dus dat was nogal spannend. Het liep niet altijd even verstroef. Er zijn een aantal wat e-bikes uitgevallen. En toen kwam Siem echt 20 minuten later aan. Ja, Maarten's chopper is uitgevallen. Ja, waar dan? Ja, echt 20 minuten geleden. En af en toe voelde het met die e-chopper toen net of we een soort van Turkse bruiloft waren. Want we waren constant aan het toeteren. Ik vond het gewoon superleuk om lekker rond te toeren met iedereen. Ja, de laatste avond hebben we disco op zolder gehad. Ja, dat is een station-wide party. Dat was ook wel fijn ten opzichte van de eerste dag uitgaan. Was dit gewoon weer gezellig gewoon met de club. Naast dat onze huis-dj's Suraj en Jordy Bron aan de dj's deck zaten, heb ik ook nog een klein beetje gedj'd, dus dat was wel leuk. Dat was een heel leuk poolspel, dat we lang hebben gespeeld. Het begon gelijk met de rookmelder die afging, dus gelijk naar beneden gerend om hem uit te zetten. De politie kwam natuurlijk langs voor geluidsoverlast, maar daarna ging het wel wat beter. Wat ik meeneem van teamweekend is toch wel een klein stukje teambuilding. Heel weinig slaap, maar wel een goed gevoel overgehouden. We zijn allemaal echt doorzetters, we laten het niet zomaar erbij liggen. Ja, het is gewoon goed om dat met z'n allen gewoon even doorgemaakt te hebben. Dus ik kan niet wachten tot de volgende. Maar eerst werk natuurlijk.